63 jaar geleden liep hij het Zuiderpark in. Dick Advocaat als jeugdspeler van ADO Den Haag. Trots was hij. 15 jaar lang bleef hij in Den Haag. En nu is Advocaat bezig aan zijn laatste 2 weken van een imposante loopbaan als speler en trainer. En dan zit het erop. Hij mag het allemaal zelf gaan bepalen dan, Dick Advocaat. En wie weet, misschien ook nog wel ooit een keer een rol in Den Haag. Want zo lekker loopt het allemaal niet. Zo rondom het Cars Jeans Stadion. Maar de komende dagen duidelijk moet gaan worden welke kant het opgaat voor ADO Den Haag. Dat op meerdere fronten een zware strijd aan het voeren is. Maar het sportieve gedeelte behoorlijk hopeloos is. OO Den Haag klinkt op de achtergrond als we kijken naar de opstelling van Feyenoord. Waar Berghuis dus ontbreekt na zijn charge van vorige week tegen Vitesse op de benen van Witek. 2 wedstrijden geschorst. En zal ook de klassieker tegen Ajax missen. Dat betekent dat Bozinic in de basis staat bij Feyenoord. Dat de flanken bezet worden door Sinisterra en Linssen. Weer een kans voor hem, voor Bozinic. En bij ADO. Faisal uiteraard in de goal. Pinas is terug in het elftal. Dat betekent dat Kemper naar de linksbackpositie verkast. Middenveld ontbreekt Venovic, die is geschorst. Venovic wordt vervangen door John Gosens. De hapbrood wel wat de opties. Komot, Pascoe gaan daar ook spelen. Gosens en de Boer zijn de controleurs. El Kayati uiteraard de aanvallende middenvelder. En voorin ontbreekt Kishna. Torstra aan de linkerkant. Sinisterra. Voorzet van Kukcu is goed en daar is de openingsgoal. En dat is een goede goal ook van Bozinic al heel snel in de wedstrijd. 3e minuut. Goed voor zijn tegenstander gekomen. En wat een ontlading bij Bozinic die zijn eerste van het seizoen maakt. Voortreffelijke voorzet vanaf de linkerkant. Feyenoord al heel snel op voorsprong dus. Uitstekende voorzet, geen sprake van buitenspel. En dat is een echte spits. Mokkert die bal werkelijk binnen met het voorhoofd. Kieselhard binnengekomen door Bozinic. 0-1. Kan net door de beugel deze inworp van Manassia. Het is een linkerbal en Bezuijen kan dan Arweiler wegsturen. Dramatische paas het middenveld in. Arweiler, hoek wordt wel lastig, maar scoort wel. En zo is het 1-1. 1-1 Arweiler, die in die sprint zijn voorsprong zag slinken, maar net van toen de overhield om hem toch langs Bijlo te kunnen schuiven. Maar wat een hopeloze paas van aanvoerder Leroy Fer. Bezuijen in één keer door naar Arweiler en die is weg. Senesi komt er niet meer bij. Toornstra kan het ook niet meer repareren en Arweiler doet het heel kalm, heel rustig, koelbloedig. 1-1. Truida, handig, Linssen. Truida doorgelopen en vastgehouden door Bezuijen, dat is gezien. Gele kaart voor Bezuijen en dat betekent een schorsing. Bezuijen staat op scherp. Hij gaat de wedstrijd uit, de wedstrijd tegen PEC Zwolle dan missen. Er zou een belangstelling staan van Milan. Kukcu, vorig jaar nog zijn contract verlengd tot 2025. Kukcu zelf en bijna wordt Faisal daar verrast door die intelligente vrije schop van Kukcu. Zie je niet zo vaak meer eigenlijk, maar wil je wel eens een poging aan wagen, Kukcu. Om Doelman te verrassen. In afwachting van een voorzet, Faisal net op tijd. Zuiverlo. Senesi aan de voet mee van Arweiler, maar ook een beetje bal, dus kan Feyenoord verder. Is het 4 tegen 4. Als Pinas de bal eigenlijk kwijt is, maar uiteindelijk wel de mazzel heeft. Arweiler ligt daar nog altijd na het duel met de Argentijn. Linssen ook niet ook zo fris. 4 tegen 4. Bal binnendoor zou je zeggen. Dan loopt Linssen zo 1 op 1 op Faisal. De paas is zwak. Linssen paalt. Hij heeft ook nog pijn. Daar is Texera. Linssen met een blessure eraf volgende week. Klassieker tegen Ajax. Feyenoord-Ajax in de Kuip. Berghuis dan dus ook nog niet. Vraag is of Linssen dat dan gaat halen. Of misschien dat het niet wel uit voorzorg is. Dat hij naar de kant wordt gehaald. Maar zit aan die lies te plukken.
van Ewijk leek te zijn begonnen aan een kansloze missie. Maar hij is snel genoeg en wordt dan uit balans gebracht. En dan is de penalty. Strafschop ADO. Dan toch een stuk sneller dan iedereen inschatte van Ewijk. In ieder geval in de verdediging van Feyenoord. Lichtpuntje bij ADO al het hele seizoen. Deze rechtsback Milan van Ewijk. Krijgt hij inderdaad een por in de rug. Senesi. Geen voordeel. Dus een penalty. Bijlo of El Kayati. El Kayati voor ADO. En de staartploeg op 2-1. De ploeg die vecht voor plaatsing voor Europees voetbal. Maar de opluchting bij Bozenik groot was in het derde minuut. Zal er ook wel sprake van zijn. Enigszins bij El Kayati dat hij eindelijk hier zijn doelpunt meepakt voor ADO Den Haag. Uitgedeeld door Toornstra. Toornstra, geel. En dat betekent dat ook Toornstra de klassieker gaat missen. Stond op scherp. Geen Feyenoord Ajax voor Jens Toornstra. Naar deze actie. Bozenik. Valpartij van de spits. Scrum die daarna ontstaat, gewonnen door ADO. En nu de omschakeling waar Bezuijen in eerste instantie de verkeerde kant op loopt. Uiteindelijk toch bediend door de El Kayati. Bezuijen richting het 16 meter gebied. Wordt gekraakt. De Boer aangesloten. De Boer, zei het. Er is, als het bij Feyenoord voorin misgaat, voor ADO echt het een en ander te halen in de omschakeling met Adekanje en Bezuijen. Ja, dit is de bevestiging. Sinisterra, Kukcu, verantwoordelijk voor de assist van Bozenik. Malasia, zij worden eraf gehaald. Kun je rustig concluderen dat de heer D. advocaat uit Den Haag niet helemaal tevreden was over de gang van zaken in de eerste 45 minuten bij zijn ploeg. Adekanje. Adekanje zoekt de verre hoek. Bijlo was al onderweg. El Kayati, als die aanval van ADO nog doorloopt en niet ongevaarlijk is. Botteguin gooit zich ervoor. Voordat de bal naar binnen gelopen kan worden. Voorzitter van Haps, Vrijsel twijfelt een klein beetje, blijft staan en uiteindelijk krijgt hij wel een hand achter de bal. En voorkomt hij de 2-2 van Geertruida. Die maakte er al 5 als verdediger deze competitie, Geertruida. Dan was hij dicht bij de 2-2. Bezuijen na het balverlies van Bozenik. Arweiler maakt het breed. Bezuijen aan de linkerkant is er heel veel ruimte voor El Kayati. Mooie lichaamsschijnbeweging. Wat schitterend gedaan door El Kayati. 3-1. ADO Den Haag tegen Feyenoord. In de wedstrijd van de laatste kans der laatste kansen. Staat het zo ineens 3-1 voor de staartploeg als Bozenik de bal kwijtraakt. En El Kayati helemaal vogelvrij. Vervolgens het schitterend afrond. Lichaamsschijnbeweging binnenprikken. Vol gevoel. Fraaie goal. 3-1. Ja, het zal nu door zijn hoofd schieten. Advocaat. 3-1 achter tegen de ploeg die door alles en iedereen is afgeschreven. Voor wat betreft de Eredivisiekans. Schot van Kramer heeft vaart en Bijlo moet zijn eigen fout herstellen. Dat doet hij ook door zich in twee instanties weer voor te gooien. Ook oh, Kayati even een flits gedachte zal hebben. Dat hij op weg was naar een hat-trick. Dat venijn in die uithaal van Kramer. Hier is Kemper en hier combineert ADO met Mokhtar en die schiet ernaast. Wat een kans op 4-1 voor ADO Den Haag. ADO combineert Mokhtar met de grote mogelijkheid. Maar via dus geen beschermer van Haps gaat hij naast. Haps.
Haps. Er sprake van buitenspel. De voorzet is goed. En zo is het ineens 3-2 door Jurgensen. Komt Feyenoord toch redelijk uit het niets. Nadat ADO een kans op 4-1 heeft laten liggen. Terug tot 3-2. Absoluut geen buitenspel. En Jurgensen helemaal vrij. De vierde van het seizoen. Volgende bal die erin gepompt wordt richting Bozeniek en Jurgensen. Diemers vangt op, ver. Fijn dat ongetwijfeld druk gaan opvoeren in het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Gegrabbel bij Vrijzel, loopt voor de ADO-doelman en dus voor de ploeg goed af. Vraag is of de staartploeg stand gaat houden in dat laatste gedeelte van deze wedstrijd. Diemers richting de tweede paal en de koppel. Daar was hij, Bratto. Diemers. Gozens naar de zijkant. Van Ewijk of Toornstra. Van Ewijk, Toornstra met de overtreding. Die heeft al geel en gaat het einde van deze wedstrijd niet meemaken. Toornstra richting de douche. Twee keer geel, dus rood. Feyenoord eindigt deze wedstrijd met 10. Typerend duel ook wel voor deze middag. ADO wint. Dat doen ze pas voor de derde keer dit seizoen. De laatste kans. Der laatste kansen wordt dan gepakt door ADO Den Haag. Al lijkt het te laat. Maar dat gaat de komende weken wel duidelijk worden. En hij weet, als hij zijn elftal vandaag aan het werk heeft gezien zonder Berghuis, dat als een nachtkaars uit aan het gaan is allemaal dit seizoen. De emoties zijn van het gezicht van de eindverantwoordelijke af te scheppen.